Een hele goede middag. Jordi heeft nu zijn middagdutje gedaan. Is al de hele ochtend een beetje aan het snotteren en een beetje aan het hangen. En we hebben straks ook logopedie gehad. Hij wou daarna niet gaan slapen. Ja, maar is wel verder vrolijk. Een beetje snot aan mijn neus nu. Maar goed, hè? Ja. Ja. Welkom trouwens bij een nieuwe Ups & Down. Zoals ik al zei, hij is een beetje snotterig en verkouden. Wat hij al eventjes is, maar het is nu even iets erger. Ja? Wat wil je doen? Oh. Ach, jongen toch. Ach, mijn jongen toch. Ben je aan het snotten? Okay. Maar goed, ik ga hem heel eventjes mee naar beneden nemen. En dan gaan we even lekker soepje eten. Een soepje eten? Inmiddels is Niels thuis. Jordi heeft al gegeten. Ja, Jordi al gegeten, jongen. En ik heb net Mandy wel mentale steun geboden bij Windows 10. Ja, hij heeft de hele laptop heeft hij veranderd en gedaan. En ik snap daar vrij weinig van. Ik ben nog ouderwets. En, ze is nou denk ik 5 jaar gewend om met Windows 7 om te gaan. Ja, dus nou is het zo. Dus we hebben dit even geregeld. Want ik dacht ineens, shit, ik ben vergeten te uploaden. Maar langzaamaan, ze begint nou minder te mopperen. Dus ik ben trots op je. Ja, ben je trots op me. Ja. Van de week moest de laptop nog uit het raam. En, ja, maar dat moet nog steeds, dus dat scheelt. Maar ja, dan kan ik niet meer uploaden voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja. Maar goed, Niels en ik gaan ook even eten. Mijn ouders zijn ook onderweg hierheen. Die komen op bezoek en wat spulletjes ophalen. Vanuit de verjaardag van Jordi nog, die ik had mogen lenen. En, Jordi is aan moppen omdat je Froos niet zingt. Nee, anders dan krijg ik continu van die copyright spul op mijn kanaal te horen dat ik dat heb en alles. Maar hij zit nou te mopperen van... Hij keek ons echt zo aan van, waarom doen jullie dat? Ja, je bent het er niet mee eens, hè, jongeman? Maar lachen met mama doet altijd goed. Ja! Hij is het er niet mee eens. Nou, ik ga gauw Jordi eventjes een juffroos geven. En dan dadelijk komen opa en oma. Yippie! En mama heeft heel lekker eten gemaakt, hè? Ja... Voor papa in ieder geval wel, hè. Inmiddels zijn mijn ouders op bezoek geweest. En Jordi krijgt nu een flesje. En gaat hij zo lekker slapen. Vandaag heel weinig gevlogd. Maar dat is ook omdat ik vandaag gewoon extreem veel last heb van mijn buik. En ik toch al mijn dingetjes gedaan wilde hebben.
En ja, het is nu gebeurd in principe in zoverre. Dan ga ik nog een paar dingetjes even opruimen. En dan ga ik op tijd mijn nest weer in. Jordi ligt nu lekker te tutteren. Hij is nog wakker. Maar hij is wel al moe, hè? Dus. Ja. Ik ga nog even verder koelen met deze kleine man. En dan, ja. Zorgen dat hij lekker gaat slapen. Inmiddels heb ik een klein slaapkopje. Hij ligt heerlijk te slapen. Dus dat betekent dat ik hem naar bed toe ga brengen. Lekker in zijn bedje ga leggen. Nog een paar dingetjes zelf hier eventjes doe. En dan dadelijk ook lekker mijn bedje in. Een hele goede morgen. Jordi is aan het spelen. Die ga ik zo zijn fruithapje geven. Hé hey Jordi. Ja. Dus ik ga Jordi zo zijn fruithapje geven. Vanochtend was hij lekker op tijd op. Dus we gaan geen letters leren, we gaan het fruitje doen. Zo, Jordi heeft alles bij elkaar vandaag maar een uurtje geslapen. En dat is dus niet veel, want hij heeft continu een soort van buikpijn. In verband met zijn ontlasting nu ook. En het is niet zo dat het poepen niet goed gaat, maar ja, hij heeft daar gewoon last van, dat kan gebeuren. Hij heeft nou net ook weer iets gedaan, dus zolang het er maar uitkomt is het goed. Appa. Nu zijn we lekker zijn soepje aan het doen. Ik heb een afspraak gehad met iemand van de kraamzorg. Die kwam praten over wat de wensen zijn, wat ze willen dat wij in huis hebben en dat soort dingen allemaal. Ja, eigenlijk heb ik vrijwel alles wel al in huis. Maar ja, hè? Je weet nooit. Dus dat komt allemaal goed. Ja, en verder. Dadelijk komt eventjes de overbuurvrouw. Die komt nog heel eventjes op bezoek. En met haar dochtertje. Hij is een beetje chagrijnig en doet een beetje zeur af en toe. Dus maar hij heeft alles bij elkaar. Misschien een uurtje geslapen. Was je alweer wakker. En ik was hier toen natuurlijk even aan het stofzuigen. En, mensen kennen dat wel. Dus ja. En voor de mensen die willen weten wat er dan besproken wordt tijdens zo'n kraam. Zo'n bezoek van zo'n kraamhulp. Of van zo'n bedrijf. Daar wordt dan besproken van wat ik verwacht van de kraamzorg. Nou, ik verwacht niet heel veel, want ik heb gewoon minimale zorg aangevraagd. Dat is niet vanwege het geld of zo, maar dat is gewoon puur en alleen omdat ik zo ben. Ik wil gewoon lekker mijn eigen ding doen. En ook vanwege Jordi. Jordi accepteert ook niet alle zorg van iedereen. En ja, dat is gewoon zo. En ik wil, omdat het al een hele grote verandering is dan in huis, wil ik dat allemaal een beetje beperken. Omdat, ja, het is voor Jordi dan ook wennen. Dus ja. Het is voor jou ook wennen, hè? Dat je een broertje krijgt. Appa? Goed zo. Dus ja, ondanks dat hij af en toe ruzie heeft met zijn broertje al, is dat toch anders dan dat het bij mama in de buik zit of dat het echt daadwerkelijk hier in huis is, hè? Ja.
Dus de zorg van Jordi komt sowieso op ons en op de mensen die de zorg van Jordi kennen in principe. En dat zijn hele lieve vrienden, mijn ouders, onder andere. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja. Dus ja. Doe nog appen. Goed zo. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat... en natuurlijk... of je bed moet verhogen enzovoort. Nou, wij hoeven ons bed niet te verhogen, want die is 80 centimeter. Dus die is 80 centimeter hoog. Dus dat is allemaal niet aan de orde. Hetzelfde verhaal is dat er komt een klein ledikantje langs ons bed te staan. Dus daar komt dat kindje in te liggen. Dus ja. En dan zeg ik dat kindje... doe ik er misschien heel afstandelijk over. Maar zo is het natuurlijk niet, hè. Het is wel mijn tweede kindje. En Niels zijn tweede kindje. En Jordi's nieuwe broertje. Alleen, ja. Het is nog allemaal... hoe moet ik dat zeggen? Het is nog vrij onwerkelijk. Over Jordi heb ik 9 jaar gedaan... Over dit kindje wilden we gaan beginnen met fertiliteit. Omdat ja, mijn cyclus was gewoon niet goed. Dus de kans dat ik weer geholpen moest worden was gewoon heel groot. En dat zegt de gynaecoloog ook. Maar het was niet nodig blijkbaar. Ik bleek al zwanger te zijn. Laat je sokken nou eens aan. Nee. Laat je sokken aan. En die ook. Laat aan. Nee. Jordi. Nee. 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 Laat je sokken gewoon aan. Koek het. Het is gewoon heel onwerkelijk nog. Dat is het gewoon eigenlijk. Ik heb de zorg van Jordi over alles. Ik weet ook niet of hoe dat daar zit bij mensen die een kind met een beperking hebben en dan een tweede kindje krijgen of wat. Hallo, hand uit de mond. Happen. Ik weet ook niet hoe dat zit bij mensen die... die een tweede kindje krijgen en al een kindje hebben die beperkt is. Hoe dat voelt voor hun. Maar voor mij voelt het nog steeds heel erg onwerkelijk. Ook in de zin van, ik heb er bij Jordi zo lang over moeten doen. En nu is het wel sneller gelukt. Niet verwacht. Helemaal niet verwacht. Wel gewenst, niet verwacht. Deze kleine man was weer verwend, hè, door het buurmeisje en de buurvrouw. En ook een beetje de buurman. Ja! Had een cadeautje nog voor zijn verjaardag gekregen. En had ze nog even gespeeld met z'n tweetjes, de kleine Lina en Jordi. Hè? Maar ik merk dat hij nou toch wel extra moe is. Want hij heeft niet zo lang geslapen, hè? Nee. Dus hij deed net een beetje heel veel huilen. En dan doet mama hem knuffelen. En is het weer goed? Ja. Hehe. Waar heen? Uh-oh. Kom op. Ja. Kom eens gauw. Hij heeft net zijn bril op zijn voorhoofd gehad. Ja, kun je zien. Hehe. Lijkt je net twee wenkbrauwtjes. Ja. Ja. En hij heeft geen bril op, omdat hij heel even heel veel in zijn ogen wreef. Dan gaan we nog even verder kroelen, hè? Ja. En ik moet zo piesen. En ik moet hier weer een luier verschonen. Want die aroma komt me tegemoet. Jordi heeft straks maar een uurtje geslapen.
En hij is dus kapot moe nu. Dus papa heeft hem net in bad gedaan. En die zit nu ook aan het filmen. En hij lag al half te slapen. Dus ik zeg tegen Niels, ik zeg, weet je wat, we gaan hem eerder de fles geven en hij gaat lekker eerder naar bed. Dus bij deze jongen, die krijgt nou lekker het flesje en die gaat zo lekker zijn slaapje doen. Want hij is echt moe. Nou, Jordi die is om 7 uur in slaap gevallen. En tijdens de fles dus, zoals jullie straks zagen. En hij is om 8:30 wakker geworden van buikpijn. Heel veel scheetjes gelaten. Dus ik heb lekker buikmassage aan hem gegeven. En geknuffeld met hem. En gezorgd dat hij zijn scheetjes kwijt kon. En nou heb ik hem zo'n extra flesje gegeven met medicijnen erin. Want het manneke heeft gewoon buikpijn. En als je buikpijn hebt, dan moet je het kwijt kunnen. En met de ziekte van niersprong kan dat wel eens een dingetje zijn. En in dit geval was dat ook zo. Dus hij heeft nou dan een extra flesje gehad met medicijnen. Niet met paracetamol, want dat helpt niet op darmpijn. Maar met gewoon simpele Forlax. Heeft hij gewoon even een dubbele dosis gehad. En dan hopelijk, want hij is wel hartstikke moe. Dan hoop ik dat hij daar lekker in slaap valt. Oh, er is extra voorlaksje erin, hè? Ja. Oh, doe je een scheetje laten? Doe je een scheetje laten? Goed zo. Ja? Oké. Okay. Hij zit allemaal scheetjes te laten. Hij heeft een beetje last van lucht. Hè? Maar goed. Het is inmiddels al wat later op de avond. En ik ga bij deze ook de ups en downs afsluiten. Want ik denk dat ik nog wel heel even met hem bezig ben. Het is niet zo dat hij schreeuwt van buikpijn. Dat niet. Maar ik kan wel merken aan hem dat hij er echt last van heeft. Want hij kan ook gewoon lachen, toch? Ja. Je kan ook gewoon lachen, hè? Ja. En scheetjes laten. Het is hier één grote mitrailleur op dit moment. Maar ja, beter kwijt dan rijk, hè? Maar goed. Ik ga dus, zoals ik al zei, bij deze de ups en downs afsluiten. Ik ga hem nog heel eventjes zorgen dat hij in slaap komt. Daarna ga ik zelf ook lekker naar bed. Niels die ligt op de bank, half te slapen. En ja, bij deze tot de volgende. En alvast wat rusten. Ook namens deze vent die nog steeds wakker is. Wat wil jij? Oh. Zeg maar wat rusten alle mensen. Ik moet ook gaan slapen.